Er zijn natuurlijk heel veel veranderingen in die hele periode van 50 jaar. Er is enorm veel ontwikkelingen. Eén ding is eigenlijk niet zo veranderd. Het is het basic principe van de ottomotor, zoals we dat noemen, de verbrandingsmotor. Maar wat wel veranderd is, is de intreding van de computer. Vroeger riep ik, ja, die motor loopt niet, maar dat gaat niet meer op. Want dat zien ze gewoon wel aan de data die uit de auto komt. Dus dat is een hele grote verandering. Ja, ik ben ooit in 1971 begonnen te racen, maar 4 jaar daarvoor heb ik, 5 jaar zelfs, heb ik gekart. Ik praat over dat ik meer dan 50 jaar uiteindelijk aan het rijden ben. Het 50 jaar racen heeft mij uiteindelijk heel veel lol gebracht, omdat je komt iedereen tegen. En op een gegeven moment ken je van Koninklijk Huis tot weet ik het wie, iedereen kom je mee in aanraking en dat maakt het eigenlijk wel heel leuk. Het is een heel veelomvattend gebeuren, het hele race. Hè. Het is niet dat je zo hard mogelijk die bocht door moet rijden, maar er komt van alles nog bij kijken en je netwerk is heel groot. Als ik bij mezelf kijk, ja, ik ken de halve artiestenwereld in Nederland en dat maakt het uiteindelijk allemaal leuk. Er is natuurlijk iets van, ga je door met racen als er geen benzinemotoren meer zijn? Nou, die tijd zal mij nog wel uitdienen. Maar dat is natuurlijk een beetje zorgelijk, want we halen nog wel steeds die aardolie uit die bodem. Maar het houdt natuurlijk een keer op. Tegen die tijd moet er werkelijk een goede batterij zijn en een goede accu. Die voldoende tijd meegaat en die voldoende capaciteit heeft om auto's te laten rijden. We vragen wel eens mensen ook aan mij, hoe lang wil je nog rijden? Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Ik dacht vorig jaar, ik zet er nu eens een punt achter. Maar dan zie ik mezelf toch weer op het podium staan. Een jaar en misschien wel 2, misschien wel 3 jaar, ik weet het niet. Ik zal kijken wat me op me afkomt.